Goedenavond, welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Godfried Boogaerts. Godfried, je bent de CEO en founder van Beter Dichtbij. Wat doen jullie Beter Dichtbij? Beter Dichtbij, ja, dat is een mooi verhaal. Nog niet heel oud, half jaar eigenlijk in de lucht. En de ANWB van de zorg gaan wij de komende 5 jaar worden in Nederland. De zorg net een beetje makkelijker maken voor... Stop even, allemaal. ANWB van de zorg. Dus als ik langs de weg sta en ik voel me een beetje beroerd, dan kan ik jullie bellen? Dat is uiteindelijk onze ambitie wel, ja. Ja, nee, maar leg even uit, want dat is zo'n marketing slogan, de ANWB van de zorg. Wat doen jullie? Die is misschien iets te snel, maar het is wel onze ambitie, dat is geen grap, de zorg iets makkelijker maken. Ja. In de zorg gebeuren heel veel goede dingen, het gaat echt om mensen en wordt hard gewerkt door artsen en assistenten. Maar er is eigenlijk geen ruimte om het primaire deel heen. Iets qua aandacht, communicatie, relatie. En eigenlijk weten we gewoon vanuit de menselijke behoeftes, waardes, dat daar gewoon heel veel zit. En op dat aspect gaan wij de zorgsector helpen eigenlijk. Om naast het goede wat ze doen, toch dat omliggende, wat voor veel mensen soms bepalender is zelfs dan de afzonderlijke operatie, in te vullen. En we hebben nu 1 dienst om je vraag helemaal concreet te beantwoorden. Je kunt heel makkelijk nu met je huisarts of met je specialist berichten sturen. Moeilijker dan dat is het voor vandaag niet. Maar daar ben ik gelijk trots op eigenlijk dat het zo eenvoudig is. Ja, via jullie platform, want dat is wat jullie communiceren. Directe communicatie tussen de zorgprofessional en de patiënt. Ja. WhatsApp van de zorg, zou ik dan zeggen. Nou, ik zou het als compliment zien. En soms wordt die vergelijking gemaakt. Er wordt ook aan mij gevraagd, wat is je grootste concurrent? Ja, dan noem ik inderdaad WhatsApp. Tegelijkertijd mag WhatsApp niet in de zorg. Van mij mag het. Ik bedoel, het is een prima platform. Waarom mag het niet? Omdat in de voorwaarden staat dat de data niet per se in Nederland dan wel Europa wordt opgeslagen. Mm-hmm. En dat de data zelfs nog inzichtelijk zou kunnen zijn voor Facebook, WhatsApp. En dat wil de zorgsector niet. Ja, en dat was voor jullie aanleiding om een eigen platform neer te gaan zetten? Om die communicatie, die directe communicatie, wel te faciliteren? Nee, vanuit mijn vorige bedrijf wat ik achter me gelaten, ben ik gaan nadenken waar ga ik iets nieuws starten. Dan ben ik eigenlijk letterlijk gaan nadenken welke sector is digitaal nog iets minder ver. Nou, dan kom je op heel veel sectoren. Maar heel veel sectoren zijn voor Nederland dan weer niet groot genoeg. Nou, de zorgsector zijn we allemaal als Nederlanders. Die is ook nog niet heel ver digitaal. Dus zo ben ik gaan kijken wat speelt daar eigenlijk. Behalve dat ik getrouwd ben met een kinderarts, had ik geen netwerk in de zorg. Dus ik ben eerst maar eens gaan kijken van wat is daar. En ik zag welke ruimte er was. En tot mijn verrassing is het eigenlijk op dit eenvoudige niveau als waar we nu zitten. Berichten sturen waar wij zijn. Maar dat is al moeilijk. Ik hoor je tegelijkertijd eigenlijk impliciet zeggen, dat is al moeilijk genoeg. Ja, de kunst is ook niet de app zelf. Ik bedoel, die zit leuk in elkaar, gebruiksvriendelijk uiteraard. Daar moeten we bovenop zitten. Maar waar ik het meest trots op ben, dat het lukt om zorgorganisaties en de mensen die daar werken, zich bereid te verklaren dat ze een deel van hun werk anders willen gaan doen, omdat er aan de buitenkant dadelijk mensen berichten gaan sturen en vragen stellen. Die zijn de afgelopen 20 jaar helemaal getraind, geprotocoleerd bijna, van hoe ze omgaan met patiënten die het gebouw fysiek binnenkomen. Afspraak maken, 5 minuten mogen zitten, weer naar buiten gaan, vervolgafspraak. En wij komen er eigenlijk tussendoor met iets wat heel ander verloop heeft. En waarom verandert die app van jullie deze routine? Nou, wij zijn niet de eerste die dit proberen. Er zijn al veel messenger-apps in de zorg. Ja. Maar wat je ziet, dat veel het proberen van binnenuit, dus of dan niet gestart door een IT-leverancier die dat bij zijn bestaande platform biedt, of door een aantal enthousiaste artsen. En de zorg heeft... er is eigenlijk geen noodzaak vanuit de zorgsector zelf. Als zij de deur open doen, dan zit die wachtkamer altijd vol. Als ze niks doen, heel slecht hun werk, dan nog zit morgen redelijk die wachtkamer vol. Uiteindelijk, als ze het heel slecht doen, dan zit die al van een paar jaar wel leeg. Maar in basis zit die altijd vol. Dus de behoefte zit veel meer vanuit de mensen die daar in die wachtkamer zitten, in plaats van degene in de sector. En daarom beginnen wij ook van buiten, bij de gebruiker. En die begint er nu om te vragen dat zelfs mensen overgezet willen worden van arts, omdat hun arts nog niet meedoet met Beter Dichtbij.
ja, dan komt in één keer toch wel die... En vertel eens hoe jullie app dan werkt. Hè? Want jij bent met een kinderarts getrouwd. Ik toevallig ook met een arts, een huisarts. Ja, leerzaam. Hoor je nog wel eens wat? Ja, ja, ik hoor nog wel eens wat. En voor artsen is het natuurlijk ongelooflijk lastig om die één-op-één communicatie met patiënten aan te gaan. Ja. Want dat... Dat is bij nacht en ontij, 24 uur per dag. Ja, die is ook niet haalbaar. Dat is niet haalbaar. Nee. Hoe kun je dat faciliteren? Nou, toen ik 3 jaar geleden met dit idee in mijn hoofd speelde, praat je erover met je vrouw en die keek me echt aan. Je bent gek. Blijf uit mijn sector en ga in andere sectoren hippe dingen doen, maar dit snap jij echt niet. Inmiddels is ze nu een van de meest fanatieke gebruikers. Ja. De patiënten, of ik noem ze eigenlijk meer gebruikers... consumenten, die gebruiken de app. Dus daar zit hij ook eigenlijk één op één persoonlijk in de broekzak. Aan de kant van de zorgverleners hebben we het anders ingericht. Zorgverleners lopen niet met een app rond. Bewust niet, omdat ik denk dat je aan je eigen succes ten onder gaat. Dus daar is het eigenlijk een platform waar een deel door artsen wordt gedaan, een deel door de verpleegkundigen, een deel door de assistenten die dienst hebben. Dus daar kun je allerlei logistieke processen inrichten, dat het ook 's avonds bereikbaar is, dat het haalbaar is voor artsen, met hun assistenten ervoor. En ziekenhuizen kunnen dat eigenlijk ook, want als je nu het ziekenhuis inloopt, hebben ze het daar ook heel keurig geregeld met een eerste hulp die 24 uur per dag. Alleen voor digitaal waren ze niet zo ingericht. Maar in basis zijn ze... Ik heb heel concreet, hoe werkt dat dan? Ik ben geopereerd aan mijn knie. Ja, dan ga je naar huis. De orthopeed zegt van nou, de operatie is goed gegaan, maar bij de balie loopt u even langs, krijgt u een account voor beter dichtbij. Ja. En je gaat naar huis en je denkt van is dit nou normaal dat ik na 2 dagen toch nog deze pijn voel? Je stelt die vraag, hij komt dan binnen bij de poli orthopedie waar jij geopereerd bent. Ja. Daar zitten assistenten die gewoon diensten draaien. Ja. Binnen een bepaalde responstijd is afgesproken dat zij reageren. Is de vraag voor hun te ingewikkeld, dan halen ze, als die op dat moment werkt, jouw eigen orthopeed erbij. Is die niet aan het werk, dan is de dienstdoende orthopeed die het antwoord geeft. Zo houden we het haalbaar, schaalbaar. Ook voor die artsen die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid dragen voor de patiënt. Maar zo kan je dus, neem ik dan eventjes aan, dit wel doen met een ziekenhuis, met een grotere organisatie. Ja. En niet met zeg maar een huisarts die in zijn eentje opereert. Nee, wij werken vanuit de regio's, omdat wij heel erg geloven van zorg dichtbij. Dus ook letterlijk fysiek dichtbij. Je hebt hele goede ziekenhuizen in Amsterdam. Maar voor heel veel dingen hoef ik daar helemaal niet te zijn. Als ik gewoon ergens anders woon, dan zijn er ook... algemene ziekenhuizen die dat ook heel goed kunnen. Dus wij werken altijd vanuit een regio-hub. En dan hebben we 1 grote organisatie nodig, een ziekenhuis of een GGZ-organisatie. En daaromheen kunnen de kleinere zorgverleners. Maar je zegt aan de ene kant, zeg je van, we zijn begonnen eigenlijk vanuit die gebruiker, de consument, de patiënt, hoe je het wil noemen. Ja. Maar ja, het kan alleen maar met die andere kant erbij. Hè? Het is vraag-aanbod. Je hebt in die zin ook een soort klassiek platformprobleem, zeg maar. Nou, eens. En ik heb alle boeken gelezen over de platformdilemma's. De ene heeft ooit gratis geld gegeven aan de gebruikers om zo'n platform te gebruiken. De andere heeft de aanbieders. En wat hebben jullie gedaan? Ook dit is mijn allergrootste uitdaging voor de komende 3 jaar. Ik bedoel, uiteindelijk gaat die rollen. Ik heb eerst gezorgd dat ik de structuur... eigenlijk om mijn organisatie goed heb. Dus ik doe dit niet alleen. Er zijn 30 ziekenhuizen die samen met mij geïnvesteerd hebben in dit initiatief. Dus grote kans dat van die 30 er ook een grote groep mee gaat doen. Want ik bedoel, ze hebben er ook geld in gestoken. Het zijn die samenwerkende algemene ziekenhuizen. Ja, je hebt in Nederland de SAZ. In Nederland ongeveer 80 ziekenhuizen, dan 8 academische. Dan heb je nog een tussengroep van opleidingsziekenhuizen in de grotere plaatsen. Zwolle, Nieuwegein, Amersfoort. En dit is eigenlijk de groep die daarachter komt, die in de nog wat kleinere plaatsen zit. En die heeft het eigenlijk best moeilijk. Dus die waren heel blij dat ze op deze manier eigenlijk de handen nog meer in één konden slaan. Dus zij pakken dit initiatief met mij op. Overigens is het ook toegankelijk voor de andere zorgorganisaties die niet hierbij zitten. Misschien een kleine vergelijking met Funda. Alle huizen van de NVM-makelaars staan erop, maar ook de huizen van de niet-NVM-makelaars. En, het is een open platform uiteindelijk. Dus terug op jouw vraag, Erwin, van hoe kom je uit dat dilemma van vraag-aanbod? Het feit dat ik het met de zorgsector samen doe, zorgt er wel voor dat de deuren open gaan. En ze kijken heel erg naar elkaar. Zowel de bestuurders van de ziekenhuizen, maar ook de artsen. Dus de kinderartsen van het ene ziekenhuis kennen vaak de kinderartsen van het andere ziekenhuis. En ja, als die tegen elkaar zeggen, dit werkt eigenlijk toch wel heel prettig. Dat doet meer dan welk verhaal ik ook...
toch, hè, als ik er zo over nadenk, van wat de digitale tijdperk mogelijk maakt, is die één-op-één communicatie. Ja, dat is de, dat is de rijkste eigenlijk. Ja, ja. Van, weet je wel, van Twitter, jij kunt Trump nu een berichtje sturen en de kans dat hij het leest is niet heel groot, denk ik, maar het kan. Jullie hebben ervoor gekozen om te zeggen van, nou weet je, we doen de gebruiker, patiënt, heeft dat wel in zijn broekzak, zoals je het net zei. Ja. En aan de zorgkant gaan we het gewoon inregelen zoals ze nu eigenlijk ook het opnemen van de telefoon inregelen. Ja. Komt gewoon binnen ergens, die persoon kijkt wat hij ermee kan doen. Ja. Wat voegt het dan toe? Wat is dan de meerwaarde van zo'n appje sturen ten opzichte van een belletje plegen? Nou, probeer jij dat belletjes te plegen? Bij een bepaalde huisartsenpost mag je tussen 8 en 9 bellen. Nee, we hebben het niet over huisartsenpost, nou, want daar werkt jouw platform niet voor, want die hebben de organisatie niet. Nee, ook, er zijn ook diverse huisartspraktijken die meedoen. Okay. En die zijn nog enthousiaster dan ziekenhuizen, want die hebben juist heel veel huis, tuin en keuken kleine vragen. Ja. De analogie met telefoon is heel goed, alleen telefonie is qua schaalbaarheid nog ingewikkelder. Want dan is het altijd 1-op-1. En wij kunnen gebruik maken soms van standaard antwoorden. Telefonie is synchroon, dus jij belt en daar moet nu iemand zitten. Voor urgente situaties is dat ook altijd nodig. Nou, voor ons platform is niet voor urgente situaties. Die asynchrone factor, die geeft aan de organisatiekant zoveel meer ruimte. Ja, tijd en ruimte. Ja. Dan bellen of videoconsults of het gesprek live aan tafel, zoals wij nu doen. Ja. Ja. En Trump, daar zit ook een hele organisatie achter, dus... De kans dat hij letterlijk het berichtje aan jou tikt. Nee, maar ik zat me af te vragen, weet je, ik noemde net het voorbeeld van een knie. Dat is niet helemaal fantasie, want ik ben de enige keer dat ik in het ziekenhuis heb gelegen, ben ik aan mijn knie geopereerd. En toen had ik wel degelijk behoefte aan contact, direct contact met mijn orthopeed na afloop. Want natuurlijk, ik heb die man nog even gesproken, zegt nou helemaal goed gegaan, bla bla bla. Maar daarna heb je natuurlijk vragen. Maar kijk, het feit dat... Heel vaak niet. Je hebt ook heel vaak kleine dingen. Dat je denkt van, ik heb hier bobbeltjes op mijn dingen. En ik wil gewoon even een foto insturen dat iemand iets over zegt. Ja, maar dat is meer een huisartsenconsult. Nou, dat hoort het ook bij. Ja, maar het zijn beide aspecten. En die eerste is denk ik toch nog wel de meest waardevolle. Je hebt al een relatie met die man. Ik bedoel, je hebt hem een hand gegeven. En dat geeft jou een bepaald vertrouwen dat zijn antwoorden voor jou waarde hebben. Dus als ze daarna in een andere vorm komen, in dit geval digitaal, maar nog steeds van die beste man. Die man heeft een half uur in mijn knie zitten kijken. Ja, dus onze payoff is ook de kracht van de relatie. Ja. En of dan letterlijk die orthopeed of zijn omliggende assistenten waar hij eindverantwoordelijk voor is, dat zal jou in die zin toch net nog iets minder uitmaken. En uiteindelijk, als jij vindt, ik moet die orthopeed spreken, zullen de assistenten het ook doorgeven aan de orthopeed. En dan gaat hij jou antwoorden. En veel artsen die zeggen overigens, ik wil niet dat mijn patiënt gekoppeld wordt aan de poli. Ik wil die patiënt rechtstreeks aan mijzelf. En die zitten gewoon elke avond, middag, al hun patiënten. Maar goed, dat is wel arbeidsintensief, maar die vinden het zo leuk, omdat ze zien wat het doet. Dat was eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Want in dit geval, en dat hoor ik van veel mensen. En overigens denk ik ook dat heel veel artsen, wat jij zegt, dat ook heel leuk vinden. Ja. Ik mailde gewoon met mijn orthopeed. Die zei, nou, als je vragen hebt, mail me. Ik vind het ook helemaal goed. En iemand die gaf altijd, altijd dezelfde dag nog antwoord. Ook, maar ook is mailen mag niet. N+1, omdat jij dit hebt meegemaakt, is dat daarmee de regels, denk ik? Nee, maar daarom vraag ik het. Nee, kijk, ook mailen mag officieel niet in de zorg. Voor mij mag het ook weer wel, maar het mag officieel ook niet. En er is een heel groot verschil in bepaalde artsen die al er zo naar kijken, welke waarde dat heeft. En er is toch ook een groep artsen nog die eigenlijk gewoon echt blijft bij hun vakgebied. En het omliggende deel, inclusief communicatie, graag bij anderen zet. Er komt wel een hele nieuwe lichtinggroep van artsen aan die al anders opgeleid zijn, waar het communicatieaspect en het relatieaspect veel meer in zit. En dat zie je eigenlijk ook wel soms bij onze type artsen die het fanatieke gebruiken. Ja, die zitten iets meer aan die kant. Maar waarom zou je, zei eerder al, je hebt die wachtkamer en die loopt toch wel vol. Ja. Mensen hebben het al druk. Ja. Dit is, als je het vertelt tegen iemand die het al druk heeft, geeft het volgens mij per definitie het gevoel, het wordt nog veel drukker. Er komt iets bij. Ja. Dus wat is nou het overtuigende argument geweest dat jullie hebben gebruikt om al die partijen bij te betrekken? Ja, nou, in eerste instantie het de bijhalen van die ziekenhuisbestuurders van, beste mensen, als jullie het nu niet gaan doen als zorgsector zelf, dan komen er straks andere partijen die ertussen gaan zitten. Of het wordt independent, of het worden verzekeraars, of het wordt een partij uit het buitenland. En let op, jullie worden dan uitvoeringsorganisatie. Dan gaat een andere partij tegen jou zeggen,
Morgen heb ik 4 patiënten die een knieoperatie moeten. 2 komen voor controle voor buisjes. Doe je ding en hoe duur ben je? Dus zorg nou dat je vooraan blijft zitten. Dus, nou, door die bestuurders mee te krijgen vanuit dit verhaal. Gisteren zag je dat de restauranthouders met z'n allen een theeganger van Eens gaan opzetten. Nou, de zorgsector is er misschien dan met beter erbij wel op tijd bij. Dus dat is de reden voor de bestuurders. En daar hebben artsen minder mee van doen met deze reden. Maar als uiteindelijk hun patiënten erom beginnen te vragen, dus je moet 1 schaap over de dam krijgen, of dat ze naar een andere arts willen, ja, dat willen ze niet laten gebeuren. Dan gaan ze meedoen. Maar er moet er dus wel iets, want ik denk dat het niet anders kan zijn dan dat er meer vragen komen. He, want... Ja, we hebben dus een onderzoek lopen. Dat de druk denk ik groter wordt. Dus, maar hoe los je dat dan op? Nou, we zijn in een aantal ziekenhuizen nu 3/4 jaar in gebruik. En er komen meer ziekenhuizen bij, dus we bouwen snel data op. We hebben nu een externe partij gevraagd om daar een onderzoek mee te doen. En het is nog niet afgerond, maar wat wij zien is dat de contactfrequentie omhoog gaat. Maar de opgetelde duur dat de zorgverlener ermee bezig is, kleiner is dan de opgetelde tijd van 2 keer aan tafel een fysiek gesprek of aan tafel plus een telefoongesprek. Ik las ergens dat het aantal telefoontjes ook afneemt. Ja, het aantal telefoontjes neemt af. En wat je nu ziet, mensen bellen met een arts of met een assistent, hangen op. En op het moment dat ze ophangen, denken ze, wat zeiden ze nou precies? Ik ga terugbellen. Of ik had toch nog een vraag. En bij ons lezen ze terug wat er precies was gezegd. Heb je tijd? Of je denkt, ik heb toch nog een vraag, tik je nog een keer. Nou, dan krijg je 4 van die tekstbolletjes onder elkaar, maar het hoeft niet real-time beantwoord te worden. Dus die arts die ziet, er zijn 4 tekstbolletjes. Nou, ik geef even 1 keer een keurig antwoord waar ik al die 4 subvragen in meeneem. Dus eigenlijk je argument is dan richting de zorg. Dus het kost je minder tijd. Dus uiteindelijk is dat nu het grootste argument. Even een blijere klant. Ja, en ik hoop uiteindelijk dat ze doen voor die laatste reden, maar voor nu is het de eerste reden is... het belangrijkste, ja. Nou ja, maar dat is een logische reden, toch? Want... Nou, het is ook wel waar de sector nu staat, hè. Ik denk als we hier over vijf jaar dit gesprek herhalen, dat dan de factor, hoe blij is de klant ermee en heb ik er meer patiënten in die wachtkamer door, belangrijker is dan het argument hoeveel tijd kost het. Ja, in de zorg is privacy en bescherming van persoonsgegevens ongelooflijk belangrijk. Ja. Dat is ook de reden dat officieel WhatsApp niet gebruikt mag worden. Of zelfs gewone mail eigenlijk not done is in protocoleer dan. Ja. Ik vind het zelf vaak wat overdreven, maar goed. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Want ik denk dat ziekenhuizen alleen met jullie in zee gaan als je aantoonbaar veilig bent. Ja. Nee, hier kunnen we heel veel over praten met vooral de security en privacy officers die ze tegenwoordig ook hebben. Ja. Je hebt aankomend mei gaat de nieuwe wetgeving in vanuit Europa. Nou, dat is voor de zorg heel zwaar. Ze moeten precies vastleggen hoe ze met data omgaan, wie er toegang tot heeft. Mensen hebben het recht om vergeten te worden. Het voordeel voor ons is dat wij relatief nieuw, dus wij kunnen vanaf nu, zijn we eigenlijk al voorbereid op al die stukken. En we maken deels gebruik van de nieuwste technologieën, cloud technologieën, maar de echte inhoudelijke data staat gewoon nog in ouderwetse hostingcenters in Nederland in beveiligde omgevingen. Dus daar moet je kiezen hoe ver is het tijdperk om bepaalde nieuwe technologie al toe te passen. Of moet je misschien nog even net 1 niveau daaronder gaan zitten. Vragen die ik via Twitter langs zie komen. Hoe gaan, Bert de Boer vraagt, hoe ga je het aansluiten op het EPD? Ook over behandelingen of alleen over afspraken, et cetera. En hij zegt dan, ik denk dat artificial intelligence en chatbots hier ook veel van kunnen. Sterker nog, ik heb er een pilot draaien op dit gebied. Automated artificial intelligence en chat technologie. Mm-hmm. Nu wordt misschien een hele lange vraag, maar laten we even bij dat eerste stukje beginnen. EPD? Ja, sorry, ik ben enigszins verkouden. Doe je ding. Ik word nog niet beter van mijn eigen app. Inderdaad. Nee, maar zeggen, je kan er wel even een berichtje sturen. Ja. Of dat, voor verkoudheid tijdens een interview. Hoe komt dat? Wat doe je eruit? Er zitten een paar vragen in. En die eerste is een hele belangrijke voor de zorgsector. Het EPD is bij hun eigenlijk het centrale administratiesysteem waar alles omheen gebeurt. De sector heeft in die zin nog wat minder stappen gezet dan andere sectoren waar je... Tot 10 jaar geleden bij de banken hele grote Oracle of IBM-omgevingen terechtkwam, hebben die veel meer nu een best of breed of met componenten. In de zorgsector zijn het nog echt hele grote kolossen van omgevingen. Dus er wordt ook vaak gezegd, als het niet in ons EPD werkt, dan doen we het niet.
Ook wij krijgen nu netjes die koppelingen met dat systeem. We zijn daar niet gestart, want als ik daar gestart was, dan had ik pas over een jaar waarschijnlijk live kunnen gaan. Dus we zijn nu aan de buitenkant gestart, maar we hebben nu, omdat we zo snel groeien, ook de toegang tot deze leveranciers. En wordt het netjes geïntegreerd met de EPD. Ja, wat ik fascinerend vind aan jouw verhaal is, je bent oprichter van Mirabeau. Mm-hmm. Een van de grote, bekendste online bureaus in Nederland. Heb je vijf? Eén van de oprichters, we hebben het met z'n vieren hoor. Oké, maar goed, je was bij de oprichting betrokken. Je hebt er 15 jaar? Ja, iets meer, bijna 16, maar ik zeg 15 altijd, dat klinkt makkelijk. En dan komt er een dag en dan denk je, ik stop hiermee en ik ga een communicatieplatform in de zorg beginnen. Ja, kijk, volgens mij ook jullie ondernemen denk ik meerdere dingen in je leven. En het gras is soms groen bij de buurman. Mirabeau, heel trots op, uitgebouwd tot een grote organisatie. Werken voor opdrachtgevers, dus je doet projecten. Ja, en dan altijd in opdracht van anderen. Heel intensief met de opdrachtgever, maar voor het echte succes ben je toch wel afhankelijk van die opdrachtgever. Ja. En dan jeuken je handen soms een beetje, dat je denkt, waarom doen ze nou niet dit ermee? Nou, nu is het aan mezelf om eens een keer te bewijzen van, doe het dan maar eens een keer, Godfried. En dat is erg verfrissend, toch? Ja, en waarom dan de zorg? Want je zei in het begin ook al, er zijn zat sectoren twee dingen. Je hebt helemaal gelijk, maar misschien dat ik ooit nog een keer een volgende stap iets ga zetten in een andere sector, maar... het heeft en met de omvang te maken. Ik spreek mijn talen niet zo goed, dus ik moest iets Nederlandstalig hebben. Het moet wel groot zijn. Dus dat was de omvang van de sector. Ja, dus internationaal was voor jou eigenlijk nooit vanaf het begin af aan geen optie? Nee, dan zou ik wel heel erg mijn best moeten doen. Dat is gewoon niet mijn natuurlijke omgeving. Ja, ja. Ook wel verfrissend, want we zitten natuurlijk hier doorgaans met mensen aan tafel die moet altijd zeggen, je moet internationaal. Als het niet schaalbaar is internationaal, dan tel je eigenlijk al niet mee in de start-up wereld. Hè? Nee, dat klopt. Dus, ik ben ook geen start-up, dus dat is prima. En de tweede reden is iets meer persoonlijk. Mijn moeder was vroeger verpleegkundige. Eerst in het ziekenhuis, later wijkverpleegkundige. Aan het einde van haar leven heeft ze zelf een lang ziektebed gehad. En zij wist eigenlijk heel goed hoe de zorgsector werkte. Want ze heeft er gewoon echt jarenlang zelf gewerkt. En ze had vaak kleine vragen en ze durfde geen contact op te nemen. En dan zaten wij met de familie soms enigszins aan te dringen. Doe het nou toch, mama, want je zit gewoon met deze vraag. Mag je dit nou eten of is dit normaal dat je zo voelt? Uiteindelijk deed ze het en dat gaf haar energie voor echt weer 2 weken van een antwoord van 2 minuten max aan de telefoon. Ja. Dus die dingen hebben me aan het denken gezet, dat ik dacht, er gebeurt zoveel goeds binnen die grote betonnen gebouwen. Hoe krijgen we dat nou meer verbonden eigenlijk met de buitenwereld? Ja. En het ministerie van Volksgezondheid, daar ben ik inmiddels ook aanwezige gast. Die willen de zorgvraag omlaag duwen, omdat het gewoon duur wordt en we krijgen steeds meer. Dus zij zeggen ook letterlijk tegen zorgverzekeraars en zorgorganisaties, de zorgvraag moet omlaag. Ik heb tegen ze gezegd, dat is heel raar, want jullie proberen iets weg te duwen wat er wel aan menselijke behoefte is. Dus als jullie het omlaag duwen, zal het ergens anders omhoog gaan. Mensen zoeken zekerheid, hebben informatiebehoefte, zijn mondiger dan 20 jaar geleden. Dus je moet het niet wegduwen, je moet het slimmer organiseren. Tegenwoordig drukken mensen 4 keer per dag op saldo kijken, omdat ze weten wat een saldo is. Ja. Ja, dat was vroeger heel duur geweest als er 4 keer per dag iemand binnenkwam lopen om diezelfde vraag te stellen, wat is mijn saldo? Ja. Maar goed, ik heb daar ook al onderzoeken over gelezen en gehoord. Mm-hmm. Het feit dat je kunt communiceren met je zorgverleners gewoon substantieel... scheelt in het aantal bezoeken wat je daaraan brengt. Ik bedoel, het bespaart uiteindelijk geld. Ja, helemaal eens. Alleen, ik kan het nu met mijn data nu vandaag nog niet hard maken. Maar ik ben helemaal van overtuigd. Nu nog niet, daar is de data. En wat heb je daarvoor nodig om het wel hard te maken? Dat is de doorbraak van natuurlijk wat jij aan het doen bent. Over een jaar kan ik die vraag met mijn eigen data aantonen. Er zijn nu al allerlei iets meer Amerikaanse onderzoeken die dit aantonen. Ja. In Nederland wordt het serviceaspect en het communicatieaspect nog niet heel lang gemeten. In Engeland en Amerika wel, omdat daar veel meer commerciële zorgorganisaties zijn. Dus die zitten veel meer op die aspecten. Dat gaat komen. En in Amerika hebben ze zelfs onderzoeken, los van de kosten, dat ze voor bepaalde ziektebeelden kunnen aantonen dat hoe de relatie is geweest tussen zorgverlener en patiënt,
dat dat van invloed is op... Het herhaalbezoek. Nou, op de kwaliteit van de behandeling. De snelheid van de herstelling. Maar zover wil ik nu niet gaan in, om dat te claimen voor BTW. Nee, toen je vraagt wat jullie nu zeiden, van we willen de ANWB zijn voor de zorg. Ja. En je gaf daarmee aan van dit is eigenlijk een eerste stap. De eerste stap is waar we de communicatie eenvoudiger maken tussen de patiënt, consument, klant, hoe je ze ook wel noemen, en zeg maar de specialist. Schets eens een toekomstvisie. Wat houdt die toekomstvisie in van de ANWB van de zorg? Ja, ik heb het in die zin wel makkelijk, want er zijn in sommige landen hele mooie voorbeelden. En als je daar goed naar kijkt en je maakt een kleine vertaling naar de Nederlandse situatie, dan zie je eigenlijk waar die naartoe gaat. En iemand heeft contact met zijn zorgverlener, krijgt een makkelijk antwoord, heeft een makkelijk overzicht van welke medicijnen gebruikt hij eigenlijk, weet ook zijn eigen allergieën als hij iets nieuws eet, van dat hij even kan opzoeken van, hey, doet dit iets met mijn medicijn of mijn allergieën. Hij heeft zijn medicatie besteld bij de apotheek, krijgt netjes een bericht daarvan bij de apotheek van, hey, je medicijnen zijn er. Als hij ze ophaalt, worden ze op dat moment weer netjes in zijn profiel bijgeschreven. En op die manier uiteindelijk ga je toe dat mensen wat actiever betrokken worden bij hun eigen zorg. Van onze auto weten we alles, wanneer je naar de garage moet en kijken op de dashboard. Het is heel moeilijk om mensen eigenlijk over hun eigen gezondheid, totdat je ziek bent, iets te motiveren of te interesseren. Dus dat persoonlijk dashboard, dat is jouw ambitie? Niet alleen van Beter Erbij. Ik denk echt dat wij over 10 jaar, dat onze horloge zegt, neem nog een glas water. Ja. Of je moet nu toch eigenlijk naar huis gaan en gaan slapen. Maar je zegt eigenlijk, nu beginnen we, waar we nu mee beginnen is, eigenlijk het punt dat er al vragen of problemen of ziektes zijn, maar ik wil toe naar de fase daarvoor. Ik wil mensen gezonder laten leven. Dat is de mooiste droom, maar ik ben voorzichtig in dat soort hele grote ambities. Ik kan dat niet claimen nu. En ik begin juist op dat meest basale, die relatie. Neem niet weg dat je een visie hebt en een droom. Nee, oh, zeker. Nee, ik vind het fascinerend, want ik ben het ook met je eens. Mm-hmm. Het is opmerkelijk dat wij dat tot nu toe niet hebben, dat inzicht. Het is eigenlijk ook heel... Dat ik niet terug kan bladeren in de medicijnen die ik gebruikt heb de afgelopen 5 jaar. Ja, nou, ik zal niet... Maar dat ik wel terug kan bladeren in wat ik besteld heb bij bol.com. Ja, nou, dus dat is de realiteit. Ik zal je niet vermoeien waar dat allemaal doorkomt en dergelijke. Maar nee, dat weet het ik is allemaal. Hele taaie... Maar het is wel fascinerend. Ja, het is. En ook dat waar ik nu over praat, dat jullie me uitnodigen voor een eenvoudige berichten. Functie tijd, ja. Nou, zeg, eigenlijk is WhatsApp, zeg maar. Ja, dat is altijd eigenlijk gênant. Maar, maar de zorgsector is nu trots dat ze het met mij kunnen doen. Dus het niet afgeven op de zorgsector. Ja. Ze hoeven nu een keer niet te wachten op leveranciers of op anderen die dit voor hen doen. Zelf. Ze zijn het zelf aan het doen. Ja. En dat gun ik ze ook, want anders worden ze straks overruled. Wat echt zonde is, want er zit echt een motivatie in deze sector die heel veel andere sectoren echt nooit zullen halen, denk ik. Hey, maar eventjes, je zegt, ik doe het met die zorg, maar hoe ziet je organisatie, hoe ziet je bedrijf in elkaar? Zijn zij mede-eigenaar van je bedrijf? Samen met een compagnon, Sander Bel, ben ik het dagelijks management eigenlijk. Er zijn nu een aantal mensen om ons heen in vaste dienst. We werken nu nog met een aantal leveranciers, waaronder mijn oude bedrijf, Mirabeau. Uiteindelijk zal ik een wat groter eigen technisch team opbouwen. In de zorgorganisaties die meedoen zijn projectleiders van die eigen zorgorganisaties en werken ook de eigen IT-afdelingen en communicatieafdelingen mee. En daarboven zitten eigenlijk de bestuurders die toezicht houden op ons, dat wij niet hele rare afslagen nemen in bepaalde dienstverleningen of in dergelijke. En daar zijn die instellingen die meedoen ook in vertegenwoordigd? Nee, er zit een stichting boven ons waar een vertegenwoordiging zit van de deelnemers. Maar wel een stichting? Dus je hebt een BV die een BV het runt, en daarboven zit een toezichthoudende stichting. Ja. Okay, dus je hebt het ook echt vanuit een non-profit geborgd. Ja, klopt. Ja. Dit moet ook echt toekomstvast. Dus daar ben ik eigenlijk best veel tijd mee geweest om dat netjes op te zetten. Ja. Maar dat gaat nu wel zorgen dat de deuren open gaan en dat zorgorganisaties ook mee durven te doen. En dit niet beoordelen als een commercieel initiatief of... Je wilt niet verdacht zijn, zeg maar. Dat is eigenlijk... Nee, want maar geld verdienen is natuurlijk niet de goede driver. Nee, ze hebben het zo druk dat ze ook eigenlijk niet eens de tijd hebben om goed leveranciers te analyseren of zich te verdiepen wat er op de markt is. Dus er wordt zoveel aangebeld bij ziekenhuizen door allerlei start-ups, bedrijven die de mooiste dingen hebben. Maar het ontbreekt hun echt even aan ruimte om daar goed een eigen beeld voor te vormen. Dus dat vinden ze ook interessant aan Beter Erbij, behalve dan dat we nu concrete functionaliteit hebben. Dat we eigenlijk ook een soort organisatie opgezet hebben die naar nieuwe ontwikkelingen voor hun kan kijken.
om daar samen een oordeel over te vellen van waar moeten we wel in meegaan en wat laten we even gaan. Ja. Oké, laatste vraag. Waar sta je over een jaar? Dan heb ik 20 grote zorgorganisaties erbij, ook die niet hebben geïnvesteerd. En hoef ik op verjaardagsfeestjes minder uit te leggen wie beter dichtbij is. Mooie ambitie. Dat is een mooie. Ja, hey, ontzettend bedankt. Dank. Jullie bedankt voor het kijken. En we danken zoals altijd Jetstream uit Groningen, die ervoor zorgt dat je naar deze livestream kon kijken. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor mijn overheerlijke wijn, Stefaner. En wie hebben we dan nog meer? Freedom Lab, hè? Freedom Lab, van waaruit wij iedere dinsdagavond weer uitzenden. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct hebben we weer een uitzending. Kijk je on demand, dan weet je dat je inmiddels al 6 jaar lang uitzendingen van ons kunt terugzien. Je hebt ze vast nog allemaal niet gezien en er zit er een hele mooie bij. Dag.